project Studenten in Nood is eigenlijk ontstaan begin coronaperiode, waar veel studenten eigenlijk hun studentenjob toen zijn verloren en toch wel concreet wat financiële steun nodig hadden. Zij hebben dan ons gecontacteerd, de sociale dienst, om daarin te helpen. En zo zijn we eigenlijk bij dat project terechtgekomen om toch die studenten financieel een duwtje in de rug te kunnen geven. Ik denk, terwijl je studeert, is het niet gemakkelijk om één met je studies bezig te zijn en twee te zien of je dat allemaal financieel kunt bolwerken telkens. En als je dan die extra gelden krijgt, hoe klein dat die extra beurzen ook zijn, haalt dat toch wel veel van je belast weg. Ik werkte eigenlijk 5 dagen op 7 bij verschillende studentenjobs om mijn kosten te kunnen betalen als koststudent en ook gewoon algemene kosten. Maar daar kwam bij kijken dat ik mij niet zo goed kon focussen op het studeren zelf. En door beroep te kunnen doen op de sociale dienst, heb ik mij meer kunnen focussen op mijn studies en minder op het werken zelf. Project Studenten in de Nood hebben we eigenlijk samen in het leven geroepen met Universiteitsfonds Antwerpen. En dat is eigenlijk mede mogelijk gemaakt door donateurs eigenlijk die giften doen. Ik heb specifiek gekozen voor Studenten in Nood, omdat ik zelf uit een financieel zwak gezin kwam toen ik jong was. En ik hoop eigenlijk met mijn bijdrage dat de studenten die nu studeren en er beroep op doen, met zo weinig mogelijk financiële problemen en ballast hun studies kunnen verder zetten of afronden. Of voilà. Studies is natuurlijk een groot onderdeel van de financiële ondersteuning, maar we hebben nog andere kosten. Bijvoorbeeld menstruatiearmoede is momenteel nog een groot taboe. Maar zorgt wel voor extra kosten, omdat die producten ook niet zo goedkoop zijn. En bijvoorbeeld met zoiets zouden we ook een financiële ondersteuning kunnen geven. Zouden we het project structureel willen laten verder gaan? We hebben wel gemerkt dat het bij de studenten erg welkom is. Dus giften zijn ook nog altijd erg welkom. Ik heb voldoende nu. Ik kan dat missen. Ik kan jonge mensen, studenten helpen met dat te geven. En ik denk dat er best nog zo wel mensen zijn die willen delen in hetgeen dat ze voldoende hebben. Het is natuurlijk wel iets dat belangrijk is onder de studenten die financiële steun nodig hebben. Want ik ben niet alleen. En ik merk rondom mij ook dat sinds corona veel meer mensen daar nood aan hebben. Ja, dat heeft er sowieso wel voor gezorgd. Meer heb kunnen focussen op mijn studies, uiteindelijk op mijn diploma heb kunnen halen en achteraf ook een job gevonden heb. Ja.